hele goede morgen, beste kijkers. We staan op het station van Bad Bentheim. En ik en Niel, die net zijn koffie wegdondert, gaan vandaag lekker op stap door Duitsland heen. Zo, we hebben een ticket gehaald. Tickets hier in Duitsland kun je vaak halen bij de kaartautomaat die in de trein zit. Ja. En het mooiste van deze dagkaarten in Duitsland is dat je je naam erop moet zetten. Kijk. Of focus even. Ja. Nou, Niedersachsen ticket voor 2 personen gültig, 2 april. Nou, dat we in alle regionale treinen voor maar 27 euro kunnen reizen. Dus 13,50 euro per persoon. Bentheim is ook de plek waar vanuit Nederland de internationale treinen naar Berlijn van locomotief wisselen. We komen nu aan op onze eerste overstapstation. Dat is denken dat dit een winkel is, maar dit is, godverdomme, is dit gewoon een automaat. Hier gooi je je geld en zo in, dan toets je de code in. Je kunt zelfs dingen als blikkend soep uit een automaat krijgen. En daar is koffie voor mij. Gewoon uit een automaat. We hebben hier koffie voor 70 cent uit de automaat, vanillekoffie, super lekker. Uit de automaat voor 80 cent dit gehaald. Beefy currywurst. Nou, wij kennen de beefy carazza, die gekke pizza dingen. Die zijn zo. Wij kennen de beefy roll met het broodje, die zijn zo. En nu hebben we deze. Deze hebben we nog niet gehad. Deze hebben we ook voor het eerst gezien. En ik ben zeer benieuwd. Beefy, dingen van beefy, die zijn altijd heel zout. Maar dit is enorm zoet. Heeft het sapje weer. Van een of andere bomen. Van een of andere Duitse keizer, Wilhelm of zo. En wij hebben 2 jaar geleden, ging hij en ik en mijn oma, gingen we naar een kerstmarkt in Hannover. En toen reden we hier ook langs het beeld. Toen vroeg ik mij af wat het was en toen vertelde hij mij dat. Dus dit is zeg maar een beetje een rehab van een vlog van bijna 2 jaar geleden. Dit station heet Porta Westfalica. Dat bordje zag je net voorbij komen. En dat is echt de meest on-Duitse naam die je ooit hebt gehoord. Het is tijd voor de snack. Het is nu tussen de middag. Het is 12:30 geweest. Focus. 12:30 geweest. Wat hebben we hier? Ciabatta met tomaat, gebakken tomaat en shit. Ik weet het niet. Iets met ui. Maar we gaan even een smikkelmoment doen. Hij kijkt zo van wat? Heerlijk. Wij komen nu aan op het grootste tussenstation onderweg. Dat is Hannover Hauptbahnhof. En daar staat een of andere diesel Vectron. Nog nooit eerder gezien. En Hannover is een stad met een agglomeratie erbij van meer dan 3 miljoen inwoners. Dus het is hier waarschijnlijk ook teringdruk. Maar het ziet er verlaten uit. Ik heb niks gezegd. Ja, het is wel stervensdruk hier. Welkom in der Messestad, Hannover. Wij stappen hier nog niet uit, want we gaan nog een uurtje door. Want we gaan helemaal door met deze trein tot aan Braunschweig. Wat best een rit is van 2,5 uur. Dus ja, maar we komen nog wel vandaag in Hannover op deze trip op de terugweg. Want dan hebben we een uur overstap op de terugweg. Gekke infoplanning. Ja, ik had helemaal niks verteld over de planning van vandaag. Oh god. Himmelwald. Forum voor Democratie.
Sinds Osnabrück, dat was het vorige station waar we altijd eten hadden gekocht en zo, zijn we 2,5 uur verder en we zijn nu in Braunschweig. Braunschweig was leuk, maar we staan nu op het station alweer. Nou, we zijn hier nog even aan de trein vappen voordat onze trein komt. En hier zie je Westfalenbaan porno, twee treinen bij elkaar. Dat is de trein waar we vanaf Osnabrück tot hier in zaten, 2,5 uur lang. Hier staat wat voormalige DDR porno. Hele oude diesellocomotief uit de communistische tijd in Oost-Duitsland. En daar staat de stoptrein naar Helmstedt, waar ik wat foto's van heb gemaakt. Vooral van de binnenkant heen, die is super luxe. En Helmstedt was vroeger de grens met Oost-Duitsland. We zitten nu in de trein naar Wolfsburg en kijk naar die stoelen. Ze zijn helemaal zacht van stof, het zit super lekker. We zijn net vertrokken uit Braunschweig en hier staat wat werkmaterieel. En daarachter staat nog wat Westfalenbaan porno. En daar zit Niel. En wat vindt Niel van deze trein? Geweldig. Doet de wifi het? Ja. De wifi doet het goed. Wolfsburg. En wat wordt er in Wolfsburg gemaakt en wat komt daar vandaan? Volkswagen. En wat staat hier overal? Er staan hier ook alleen maar Volkswagen. En cuties. Als Duitsland komt, dan moet je die filmen. Een ICE. Die stoptrein daar, die gaat naar Stendal. Dat ligt ook in voormalig Oost-Duitsland. Onze volgende trein staat daar klaar, met links Niel. Dat is de trein naar Hannover, de RE30 van NO. Wij zijn nu nog steeds in Wolfsburg. De camera wil niet helemaal focussen. Deze trein gaat naar Hannover, die wij nu hebben. We staan hier gewoon te wachten en er komt alweer een ICE. Het is wel echt ICE centraal hier. Eerste tussenstation, dat is Kalberla. Wat dan weer voor een naam mag zijn, ik heb geen idee. Maar het ligt hier ook heel... ja, Kalberla. Weer een tussenstation, Gifhorn. Dit was tussenstation 674.874.000. En dat station heet Dedenhausen. Het klinkt een beetje als Dedenstraat in Nederland. En we zitten in een trein met schreeuwende kinderen. Waar ik echt een gruwelijke grafhekel aan heb. Dit was Dedenhausen. Waar zijn we? Hannover, bitches. Here we go. Frieten en curryworst, heerlijk. We moeten toch eten, dus ja. Houten vork, zoals het hoort, prik je erin. Het echte streetfoodleven. We hebben gegeten en we hebben een treinvap gedaan en nu gaan we weer naar Osnabrück met de trein. Weer 2 uur in de Westfalenbaan dubbeldekken. En wat vinden wij daarvan? Geen ramp, toch? Nee. Voordat die trein gaat, noedelsoep uit een fucking automaat. Het lijkt wel Japan hier. Oh, dat was even proppen, maar wij zitten alvast in de trein. En de trein werd echt bestoomd, dus jee, drukte. Station Haste. Nog anderhalf uur in deze trein, dus het is tijd voor een klein blikje bier. Als ik hem ooit open krijg. Okay. Dit is zo debiel groot, man. Dit is echt niet... Wij zijn nu in Minden en er hangt een beetje een geur alsof het... Jij kunt beter dat bier gaan ruiken. En we zijn weer in het trieste hol waar je onderweg langs kunt komen, leunen. En Niel die heeft zijn bier ingerood voor water. En ik heb nog steeds dat gigantische blik faxen, want dat is godverdomme
3 hectoliter en het is gewoon niet normaal. Dit is Medler. Nog één halte tot aan Osnabrück. Wij zijn in Osnabrück. Alweer, voor de tweede keer vandaag. Maar nu is het terugweg. Het is nu 7:15. We hebben een half uur overstap hier. Prima. Vandaag heb ik altijd Locomoren gefilmd. Dat is ook een trein die 4 keer per week rijdt. Een soort Flixbus, maar dan op de IJzeren snelweg. En wat hebben we hier? We hebben hier de HKX, de Hamburg Köln Express. Ook 4 maal per week. Een sneltrein waarvoor je kunt reserveren met een eigen tariefsysteem. Van Hamburg naar Keulen. En de Locomoren rijdt van Berlijn naar Stuttgart. Dat is heel wat anders. Maar dit is dus een trein van Hamburg naar Keulen die 4 keer per week rijdt. Super zeldzaam dus. Deze 2 dingen die ik vanochtend heb gehaald, die waren zo tering lekker. Ik heb er gewoon 2 gehaald eventjes. Automaatleven is geweldig. Ik ben net naar de wc geweest hier. En het station Osnabrück zijn we nu. En het pissen kostte godverdomme 1 euro. Het is tering duur voor pissen. Wij staan te wachten op de laatste trein die ons weer terug naar Bad Bentheim gaat brengen. Dan liggen we zijn het station voor de grens. En ik hoor dronken voetbalsupporters, dus... De trein werd net omgeroepen. Gezellig. Daar is het beest wel. Wij zitten weer in de trein richting Huiswaard. Nou ja, Bad Bentheim. Dus laatste trein. Je gaat vol ik spaar van die kutfoldertjes van die dienstregelingen. En kijk eens wat een stapel ik nou weer voor elkaar heb gekregen. Daar zitten we dan. Gezellig in de trein. Maar dit is heel awkward. Nou ja, dat kunnen we ook niks aan doen dat het zo gaat. Er kwam net een trein voorbij, dat is de vervoerder, nou ja, eigenlijk leasemaatschappij Whirlpool. En hij zei Whirlpool. Dat is de Deutsche Bahn, zeker zo'n tegenpool. Ik denk meteen dat allemaal van die mensen die vodka drinken zo stereotype Pools. Eigenlijk moet ik dat niet zeggen, want ik heb heel veel mensen die ik ken die Pools zijn. En ik ben best wel fan van Polen. Maar hou maar op. Bereikt van onze reis. We zagen tschüss und bis zum nächsten Mal.